Er is een battlebus hier, moet je kijken. Dat het altijd fout gaat, weet je? Dat is oké, okay, ja. Ik vond het ook helemaal niet spannend om Hans te ontmoeten. 4, 3, 2, 1. Hallo dames en heren, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog vandaag. Mijn naam is Knol en vandaag gaan wij iets heel erg leuks doen. Want ik neem jullie mee naar een opnamedag voor de enige echte Steven Kazan. En hij is een magician, een goochelaar, een kijk, ik heb een hoed. En er komt een konijn uit, de standaard, je kent het wel. Hij heeft een tv-serie en in die tv-serie heeft hij laatst zelfs een prijs gewonnen. Het is op tv, misschien ken je dat nog, dat vierkante ding waar je dan... Goed, daar heeft hij een programma op en hij vroeg, Milan, wil je meedoen? Want dit is de grote finale van zijn serie Road to Vegas. Ik doe eigenlijk nooit dingen op tv, want dat is toch voor oude mensen, dacht ik. Laten we verder filmen op de set van Steven Kazan en zijn vriendin Jamie. En dan allemaal rook en dan kun je mij weg laten halen. We zijn in Purmerend bij het H2O. Is dat een 0 of een O? Oh, dat kan ook wel H20 zijn, bro. Weet ik veel. Is dat leuk, man? Hey. Dat is goed? Ja, zeker. Okay. Hey, hallo. Hey. Oh, Vader komt straks ook, dat is ook wel leuk. Dat vind ik wel leuk. Ja, ik zag in het script inderdaad ineens Hans staan. Toen dacht dat is mijn Hans. Is dat inderdaad jouw vader, ja, Hans? Ja, die doet mee. Dat is top. Dit is jouw zo plekje cool. Wordt een beetje daarboven. Je streamingsdingetje. En dan filmen ze het zo dat op de achtergrond af en toe. Wat een onzin. Waarom heb je zo'n vette set en dan moet ik daarboven? Nee, maar dat zie je wel. Je ziet de set wel. Ja, maar ik sta er dan niet op. Ja, maar je mag er straks wel even lopen. Je hebt weer de saaiste positie. Nee, jij hebt de leukste rol allemaal. Sorry. Het script was volgens mij 6 pagina's die ik Ja, maar het is niet dat je alles uit je hoofd hebt. Het gaat echt in blokjes. Nee. Ja. Maar ik wil even zeggen dat die 6 pagina's die ik heb opgestuurd gekregen, dat is zeg maar meer dan ik heb gelezen in de afgelopen 10 jaar. Zeg maar. Oh zo, op die fiets. Ja, duidelijk. Yo, er is een battlebus hier. Moet je kijken. Kijk muziek. Kan je even dansen? Dikke party in de battlebus. Nee, oké, dan eentje van Fissionator. Dat is hard. Oké, laten we naar de make-up gaan. Ik moet een laagje verf op mijn gezicht, omdat ik er niet uitzie of zo, weet ik zo. Zie ik al jonger uit? Ongelooflijk. Ik krijg betaald om dat te zeggen of niet? Jij betaalt mij. Ja, dus je moet positief zijn. Oké. Het was ook maar één iemand, dat maakt het extra kut. Ja, dat is ook echt heel awkward ook. Ja. Hey! Leuk dat je meedoet. Ja, toch? Ja. Ja, leuk dat ik ben uitgenodigd. En nog wel bij de final. Ja, is wel leuk. Dat geeft wel extra druk. Ja. Heb je hier al die prijs mee gewonnen of is dit dan weer voor volgend jaar? Nee, want je mag volgens mij niet eens 2 keer achter elkaar winnen voor hetzelfde. Ja, maar nu voor de echte televisiester. Maakt het uit, we hebben er iets. Je hebt er niks aan, maar verder, wel cool. Zij gaan nu een ongemakkelijk grapje maken. Ja. En in die ongemak is jouw timing, is jouw cue om te komen. Dus als jullie hem even laten zien wat jullie gaan doen. Zo, niet zo groter dan ik dacht. Ja, dankjewel. Maar heb je het kanon al gezien? Dan kom ik aan. Ja. Hey, yo, jullie zijn er. Hey, we zijn er al. Leuk dat je bent, man. Yo. Alles goed? Ja, alles goed? Yo, ja, hoi. Ja, want ik doe altijd van, hey, boxen, dan doe ik... Altijd dat het altijd fout gaat, weet je? Dat is oké, okay, ja. Okay. Maar nou ga ik dan wel even maar dat is... Het is ook een beetje raar om hier een knoebel te geven. Hè? Als je hem zo legt, dan hoor je de zee en dan is je hem zo... Nee. Dave, haal ik die langer. Kinderprogramma. Stilte en actie. Zo, die is wel groter dan ik gedacht. Dankjewel, Jamie. Maar heb je het kanon al gezien? Hey, Steven! Jamie! Hey, Spiegel! We zijn er! Leuk dat je er bent, man! Hey! Hey! Ja, wat leuk! Hey! Ja? Hey! Ik ben dat jullie er zijn, hè? Echt wel? Leuk! Gestopt! Heb je zelf nooit een script als je iets maakt? Nee. Gewoon nooit een... Nee, alleen voor bedrijven die dan zo'n 1,5 minuut ad willen. Ja. En dan lees ik 2 zinnen en dan kijk ik weer en dan lees ik 2 zinnen en dan wordt er vaak beelden overheen gegooid. En we gebruiken nu AI met mijn stem, dus ik hoef niet meer mijn eigen voice over te doen. Als het goed is, over een jaar hoeven zij niet meer mij te vragen, kun je dit even inspreken? Want dan is het gewoon, kun je het even intypen? Met over een jaar ben jij er niet meer. Shit, fuck. Ik
ga dat ook heel even keer bij jullie doen met jullie stemmen. Ja. Dat is heel makkelijk om te doen. Oké. Okay. Ja, lachen man. Maar dan kun je me dus ook alles laten zeggen wat ik wil. Klopt. Ja. Sommige woorden klinken alleen niet fijn. Maar je hebt bijvoorbeeld ook Geert Wilders die met Mark Rutte Minecraft speelt. Willy Boy! Goedenavond. Avond, Mark. En? Al klaar voor de Ender Dragon? Zeker. En full Diamond Enchanted. Jij dan? Bijna. Ik mis alleen nog maar een helm. Hm. Ja. Mark heeft een miljoen creepers binnengehaald of zo. Ja, je over Mark. Die moeten we niet hebben. Nee. Die ontploffen zichzelf. Oh ja. Ik ben 13. Ja. Steven moet je straks zien uit te ontsnappen, want dat zijn ze allebei gigantisch. De Sjaak, wie zegt dat nou? Ja, nee, maar hij is dat meisje. Ja, nee, maar ja, weet ik. Ik ben bijna 40. Net... Ja, dat wacht maar tot jij 40 bent. Ja. Oh shit. Het is hem echt. Snel. Hoi, Milan. Ah, je hebt het Milan. Ah, ja, kom. Oké, nou, zometeen moet ik dus een soort livestream aankondiging doen. Moet ik een beetje gewoon doen alsof ik op mijn Insta-story of mijn Snapchat zeg van... Hey, volg mij op Snap. Milan Knol. Yo, ik moet zometeen deze soort video maken en die komt hem op Snap, want dit is de muur des doods en dit is een kanon. Boom, boom, boom. En daar gaat zometeen Jamie in en voor het lijf en ze gaat uit elkaar spatten en ze gaat dood, sowieso gaat ze dood. Zit hierin eigenlijk? Oh, yo. Misschien als je er iets inschreeuwt dat er wat uit kon schreeuwen. Ha. Hey Fish! Weg jullie! Oh, nice! In een soort commentaarruimte daarboven. En dan moet ik dus zogenaamd doen alsof ik een livestream doe en dat ik dan met hun het allemaal ga laten zien. Dus het is wel leuk. Ik vind het helemaal niet spannend ook. Ik vind dat hartstikke leuk om te doen. Ik vond het ook helemaal niet spannend om Hans te ontmoeten. Nee, dat was als ik niet te zien. Nee. Moet je ook nog steeds plassen? Ik moet poepen. In pauze is natuurlijk de ideale tijd om je script even door te nemen. Dus er staat hier, what up mensen thuis. Leuk dat jullie al met zoveel zijn ingetuned voor de grote comeback van Steven Kazan als goochelaar. En zijn lieftallige assistente Jamie. Het belooft spektakel, het belooft vuurwerk. Ik ben echt rete benieuwd hoe dit afloopt. Het zijn zeg maar ongeveer 15 woorden die ik nooit zou zeggen. Dus we gaan het iets meer op mijn manier doen, maar dat mag. En dat is chill. Dat is echt super fijn dat ik het een beetje op mijn eigen manier mag doen. Maar dan kan ik in ieder geval een beetje bij mezelf blijven. What up is volgens mij wat Bardo altijd zegt, toch? Yo, what up, gasten? Hey mensen is wat Dylan altijd zegt. Hey mensen! Sjaak, Knoller. Game. Woehoe! Yeah! Woehoe! Wat is geen relax. Ze kijkt echt zo. Yo, dit is een rode mic ook. Yo, gamers, Lars hier. Ja, Favo gamers, Lars hier. Yo, Favo gamers, Lars hier. Hey, gamers. Milan hier. Vind dat jullie kijken naar de livestream. Ik haal een trippel. Ik zweer het je. Maar zullen er mensen zijn die echt zo zitten, eerlijk? Ik denk dat er wel mensen zijn die zo gaan slapen. Gewoon die headset ophouden. Geen geluid. Hey, bedankt. Steven, ga je even aankleden? Ja. Doe dat pak aan en dan gaan we. En pot van drie dubbeltjes nog eens toe. Goochelen ga je. Goochelen. Verdomme nog eens aan toe. Ik ben nou benieuwd naar. Is dat iets wat je dacht van hij moet in mijn voetstappen treden? Oh nee, absoluut treden, niet. Nee. Gewoon lekker doen. Nee, ik heb altijd gezegd, jongens, dit is een moeilijk vak. Dat moet je niet willen, maar als het niet anders kan en je wil het heel graag, dan moet je ervoor gaan. Ik zeg altijd vrijheid, blijheid. Wisseling. Ja, oké. Ik word net geïnterviewd. Ja, hallo. Sorry. Sorry. Ik heb in mijn broek geplast. Oké, hier is nou Milan bezig en zo. Maar dan kijk je hier en kijk dit hé. Wat een schattige kleine puppy. Kijk eens, alsjeblieft. Is hij er een geweest nu? Ja? Oké, tot zo. Wacht. Kijk die puppy daar. Oh, daar? Ja. Oh, wat een cutie. Ik zag een kleine puppy. Ik denk, goed nou. Hoe heet hij? Bowie. Ja. Bowie, van de zanger. De zanger. Ja. Ja, hè? kijk nou. Dankjewel. Wat een schattig hondje. Ik zit nu klaar in de setting waar ik zometeen moet gaan livestreamen.
En daar is het publiek en zijn ze bezig om alles nu uit te leggen. Vanaf daar gaat het gebeuren. Dus ik geef hier een soort van commentaar en een livestream. En dan is het, ja, het gaat gebeuren, let's go! En dan kan ik hier een beetje checken. En eigenlijk zie ik het dan hier, denk ik, al, zogenaamd. Maar niks staat aan, man. Ik heb zelfs een draadloze microfoon. Oké, stilte, dames en heren, we gaan beginnen! 3, 2, 1, boom! Er klinkt spannende muziek en Milan neemt het woord! En we gaan beginnen, mensen! Hans, start de aftelklok! In 5, 4, 3, 2, 1... Daar gaan we, daar gaan we! Gestopt. Wil jij voor mij even een shot maken van Jamie die in het kanon zit te appen met iemand, denk ik? Nou, ze kunnen niet op 2 minuten. Wat een geniaal shot. Je moet wat, hè? Ze krijgen Jamie die uit het kanon. Jamie! Oh nee, dan moet ze nog langer zitten. Oh nee, ze moet langer zitten. Dat is de regisseur die zegt nu, Jamie, blijf maar even zitten. Je hebt hier een half uur gezeten. Maar iets langer. In 3, 2, 1, kom maar. En we gaan beginnen, mensen. Hans, start de aftelklok. In 5, 4, 3, 2, 1. Daar gaan we. Dat is natuurlijk heel erg spannend. Je ziet de muur van Stoos langzaam dichterbij komen. Hij is los. Ongelooflijk. Het is een gelukt. Ja. Ik heb in mijn broek geplast. En alles is losgegaan in mijn lichaam. Maar hij heeft het gedaan. Yes. Hij kan helemaal niet op de knop drukken. Hij zit al vast aan mijn ketting. Dit geloof je niet met je eigen ogen. Oh nee. Jim? Wat? Ik heb net stiekem het nummer gekregen van Jamie, die zit in dat kanon al de hele tijd. Zij heeft mijn nummer helemaal niet, dus als ik haar bel, ben ik heel erg benieuwd of ze überhaupt opneemt. Ga ik kijken of ze door heeft dat ik dat ben. Hey! Ja, laat eens de binnenkant van de kanon zien, ik ben heel benieuwd. Oh, hey, daar ben je! Oh, hey! Ja, je hebt er bijna. Eén gaat eruit. Iedereen kijkt ook! Hey, je wordt er opgenomen, dit is lachen. Jamie! Dit is spannender dan de hele show. Dit is wel echt content. Wacht, ik hou jou vast, ja? Ik hou jou vast. Nee, ik doe geen handtekeningen, want daar heb ik geen tijd voor. Maar ik heb een foto gemaakt om met jou. Ja, ik doe alleen foto's, ja? Dat is iedereen, ik heb toch iedereen gehad? Ja, dan wil je meer van mij. Dan wil je meer, kom jij eens even mee. Kom even naar de steek. Kom even naar de steek. Ga je even één op één met jou. Kom jij eens even mee. Dus jij wil een foto en daarna vraag je nog een handtekening. Wil je misschien mijn adres ook? Ja. Ja, wil je ook nog geld? Ja. Nou ja, dat is goed. Waar is mijn portemonnee? Oh, in mijn tas. Oh, jammer. Ik heb even niks. Ik heb wel één ding voor je. Helemaal niks. A few moments later. Ja, ik was net een beetje lullig voor zo'n jochie daar beneden, dus ik ga hem even wat focus geven. Ik had zo net toch een beetje dirty gedaan met die middelvinger. Dus ik wou zeggen, het spijt me. Ik hoop dat je me vergeeft. Je mag deze hebben. Ja. Alsjeblieft. Ik hoop dat je me vergeeft. Nee! Ja. Wat is er nou?